Sponsoring. Wat houdt dat eigenlijk in? Hoi, misschien ben je het al of heb je het wel eens gedaan. Iemand sponsoren. Bij Doorkas hebben we sponsorprogramma's voor ouderen en voor kinderen. We willen ouderen en gezinnen weer laten bloeien. En dat ondanks de moeilijke omstandigheden waar ze soms in zitten. Maar goed, iemand sponsoren. Waarom zou je dat doen en wat gebeurt er dan eigenlijk? Nou, dat ga ik je in deze video vertellen. Doorkas werkt in gebieden waar het niet makkelijk is, door bijvoorbeeld natuurgeweld. Denk maar eens aan overstromingen of aardbevingen die vaak het nieuws halen. En ook is het voor veel kinderen en ouderen niet makkelijk, omdat ze worden uitgesloten. Bijvoorbeeld doordat ze een beperking hebben. En ook door armoede zien we veel moeilijke situaties. Kinderen die niet meer naar school kunnen of ouderen die te weinig eten hebben. En juist daarom zijn wij er met onze sponsorprogramma's. En dit is wat we concreet doen. We beginnen als eerste bij de eerste levensbehoeften. Denk aan water, voedsel, onderdak, maar ook psychosociale begeleiding. En ook investeren we in de gemeenschap. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld gezinnen en zorgen we ervoor dat ouderen niet vergeten worden. Dat doen we door samen te bouwen aan een sociaal vangnet. Zo ontmoeten ouderen elkaar nu meerdere keren per week in plaats van dat ze alleen zijn. En ook worden ze weer actief, bijvoorbeeld in de tuin. Hier ook in Ethiopië. Daarnaast komen we op voor de rechten van ouderen en kinderen. Zo proberen we bijvoorbeeld lokale overheden te motiveren om iets te doen aan betere gezondheidszorg of door het geven van pensioenen. Het doel is om zoveel mogelijk mensen te helpen, zodat onze hulp straks niet meer nodig is. In ons sponsorprogramma hebben we op dit moment 2000 kinderen en 5000 ouderen. In Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Maar nog niet iedereen heeft een sponsor. Je sponsort een granny of een kind voor 28 euro per maand, waarin jij direct het verschil maakt in het leven van een oudere of van een kind. Maar ik hoor je denken, waarom zou ik iemand sponsoren? Nou, dat kan ik je vertellen, maar dat kan de 16-jarige Bertine je veel beter. Wat ik zo mooi vind aan dat kinderen gesponsord worden in minder rijke landen, is dat hun ook een kans krijgen om naar school te gaan. En wij hebben het allemaal zo goed en we hebben allemaal zoveel geld. En dan denk ik van ja, dan kan ik ook best wat geven aan mensen die wat minder hebben. Die krijgen ook een hele mooie kans om veel te bereiken in hun leven. Mooie woorden van Bertine. Nou, en hoe gaat het dan in zijn werk als je sponsor wordt bij Doorkas? Nou, we gaan overschakelen naar de werkvloer van Doorkas, waar mijn collega's van sponsoring je er alles over gaan vertellen. We hebben weer een nieuwe aanmelding. Ik zal je laten zien wat we nu gaan doen. We hebben weer een nieuwe sponsor. Oh, wat super. Ik ga gelijk even een doosje in elkaar zetten. Wat zit er in het doosje? Een sponsormagazine met in het midden informatie over de granny en over het land en over het project, een informatiekaartje, een pen van Doorkas, een foto in een fotolijstje en een welkomstkaartje. Je kan ook nog corresponderen met je granny of kind als je dat leuk vindt. Ook krijg je elk jaar van ons een update. Oké, dan gaan we nu op de poststoel. Hey Jopje, we hebben weer een nieuwe aanmelding. Zou jij wat op post willen doen? Ga ik voor je doen. Nou, super duidelijk toch? Toch even een samenvatting. Door jouw sponsoring maak je dus direct impact op het leven van een ouder of van een kind. Je aanmelding via doorkas.nl/sponsoring is zo gelukt. En kijk, je persoonlijke sponsorbox, die heb ik hier al in mijn hand. Die kan zo nog mee op de post. En zo zijn ze in landen als Moldavië, Ethiopië, Egypte super blij met je sponsoring. Dan kunnen we meer ouderen en kinderen helpen. Mocht je nou toch nog vragen hebben, dat kan natuurlijk. Ga dan naar doorkas.nl/sponsoring. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Hoi!